Om 5 uur vannacht is een buurvrouw van de straat hierachter is zij op al onze deuren komen bonken om te melden van er is brand in een tuin bij iemand. Toen dat ik de vuurvlammen uit het huis zag komen, dan ja, dat was het eerste dat ik dacht. Ik hoop dat die mens niet meer thuis is, want dan was het echt gedaan bij hem. Toen ik uit huis kwam, mijn benen die waren echt spaghetti. Ik was aan het bibberen, ik ging bekend beginnen wenen, gewoon door de commotie, de stress, alles wat dat daarmee te maken heeft.